Een goedemiddag, goedenavond, of wanneer dit ook kijkt, is aan de highlights van week 2 van de Dutch Darts Quarantine League. We begonnen deze week met Berry van Peer tegen Vincent Kamphuis. Het werd meteen een uh, mooi potje hoor. 107 staat klaar voor Berry van Peer. En dat uh, gooit hij gewoon uit alsof het niets is. Dubbel 16 is geraakt. Dan uh, de leg daarna of later in de wedstrijd gooit uh, Berry van Peer dan 106 uit. Nee, dat uh, lukt niet. En dus krijgt Kamphuis nog de kans om op 4-3 te komen. Met uh, een 94 finish. Raakt de triple 18. Heeft dan uh, één pijltje nodig. Of toch een tweede pijl. Om tops te raken. Dan Berry van Peer. Staat ondertussen 5-3 op voorsprong. Wil dat eerste punt uh, binnenhalen. Begint met 60. Maar uh, gaat daarna enorm goed scoren hoor. Gooit hier een 180er. Kamphuis uh, gooit. Uh... Prima mee, maar niet goed genoeg. Want Van Peer die gooit nog een 180er en Dan gaat het wel moeilijk worden voor Kamphuis om hier nog iets te doen. Van Peer op 81. Die gaat nog niet raak, Dubbel 12 wordt gemist. Gaat er naar dubbel 6 voor het eerste punt. En daar is het, de eerste pijl meteen raak. Dan uh, komt dan op 64 voor de wedstrijd 2x16 nodig om dubbel 16 te raken. Dat doet hij ook. Van Peer op het moment nog steeds het hoogste dubbelpercentage van het toernooi. Dan volgt Owen Roelofs tegen Jimi Hendrix. Roelofs komt met 3-0 voor en staat dan op 120. En ook dat gaat uit voor de jongste deelnemer voor van dit toernooi. Owen Roelofs scoort enorm goed. Begint hij met een 100 scoren. En uh, heeft na deze wedstrijd de hoogste gemiddelde van dit, uh, deze competitie. Goed, daarna een 180er daar, daarnaast om op 221 te komen. En uh, gaat toewerken naar een 11-darter. Gooit opnieuw een uh, goede score. Opnieuw een 140er. En gaat hij dan de uh, 81 uitgooien. Gaat dat lukken? En dat lukt inderdaad. Dubbel 12 wordt geraakt. Timmy Hendricks gaat dan voor 87 naar de zij. Dat uh, lukt niet en dus krijgt Owen Roelofs de kans om het eerste punt van de wedstrijd binnen te, te pakken. En 6-2 te maken. 80 moet worden gegooid naar dubbel 10. Die gaat opnieuw uit in twee pijlen. Een goede uh, finish van Roelofs dan voor de wedstrijd naar uh, dubbel 10. En uh, die pakt Owen Roelofs ook. Daarna volgde Kevin Doets tegen Danny Oldecalter. Doets de nummer 1 van deze divisie en gooit hier ook voor de boelzaai... Die gaat erin. 86 gegooid voor de 3-0 voorsprong. Dan uh, komt de Olde Kalter. Of eerst nog een mooie finish trouwens. 108. Kevin Doets. Dubbel 16 gaat raak. Knappe finish hoor, uh, van Doets. Komt dan op 6-2. Olde Kalter kan nog uh, in ieder geval iets moois doen. Gooit hem door deze 56 uit te gooien. Een 14-darter. Maar uh, daarna komt... Uh, voor de wedstrijd voor Kevin Doets. En het is ook niet tenminste de, de hoogste finish van het toernooi. Twee trippels zitten erin. dubbel 19. En die gaat raken. 158 voor de wedstrijd. Een geniale finish van Doets. Daarna volgde Arjan Conteman tegen Heine Uldriks. Ook dat werd een uh, heel mooi potje hoor. Uldriks uh, gooit hier een 180er. En... Uh... Conteman begint met 134. Maar Oldrichs schouw gooit nog een 180er. Het negentje komt in beeld. Arjen Conteman, die uh, lijkt niet. Uh, of die kan het ook gewoon. Gooit ook een 180er. 380ers in deze lek. 141 dan voor Oldrichs. Ja, dat gaat hem niet worden. Doets gooide vorige week al 280ers achter elkaar. Toen lukt het ook niet. Maar uh, we komen dichterbij. Oldrichs gaat deze lek in ieder geval pakken. Heeft wat moeilijkheden met. Uh, die eerste triple raken. Maar de dubbel 20 die gaat er ook niet in. Krijgt wel de tijd van Konterman. Want uh, die moet uh, 127 gooien. Dat lukt hem ook niet. En dus kan Oeldrichs de 2-1 maken via dubbel 10. Gooit ook nog eens een mooie finish. 106 dan. En die gaat naar tops. Kijk eens aan. Oeldrichs kan, uh, kan niet alleen 180 gooien, Maar ook uh, 100 plus finishes gaan er uh, toch mooi in. En uh, dat blijkt ook naar deze finish. Komt de tops? En dus staat 122 over voor Oldrix voor de wedstrijd. Triple 18 zat er al in. Dan gaan we naar de bullseye. En die zit erin hoor. Wat een uh, mooie finish van de Groninger. Dan uh, voor de wedstrijd staat 6-4 ondertussen. Oldrix naar dubbel 12. Die wordt gemist. Ja, dubbel 6 zit er niet in. Gaat er naar 10 en dan moet dan een dubbel 1. En die gaat raak. De wedstrijd is binnen, de winst is binnen voor Uldricks. Dan kijken we even naar het klassement. Kevin Doets, twee keer gewonnen en staat dus op de eerste plek. En Heine Oldrix, die heeft ook twee keer gewonnen, staat dus op tweede plaats. Oom Roelofs en Barry van Peer, die maken de top vier compleet. De volgende week hebben we een mooie wedstrijden hoor. begint op 5 mei op de dinsdag. Barry van Peer tegen Jimi Hendrix. Vincent Kamphuis tegen Kevin Doets. Iron Konteman tegen Oom Roelofs. De dag daarna en op vrijdag... Daniel de Kalter tegen Heine Uldriks. We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn om deze topdarters weer te supporten.